Amy Rose de Bruin blikt exclusief terug op haar liefdesavontuur met Saal in het eerste seizoen van Winter Vol Liefde. Terwijl de vonk tussen hen oversloeg in het prachtige Zwitserland, ontkracht ze nu ook de sappige geruchten die de ronde deden na het programma. Hoewel hun liefde bloeide, verspreiden juiste kanalen wilde verhalen over hun relatie. Zo werd beweerd dat ze verloofd waren. Amy Rose weerlegt dit met een lach, wijzend naar de ring die ze draagt, een erfstuk van haar oma. Hoewel ze de ring tijdens de feestdagen voor de grap op Instagram plaatste, was het slechts een knipoog naar haar humor, geen aankondiging van een verloving. Een ander roddelverhaal dat de ronde deed, betrof Amy Roos' vermeende zwangerschap. Dit raakte haar diep, aangezien ze begrijpt hoe roddels kunnen kwetsen. Ze benadrukt dat dergelijke informatie zelden van de bron zelf komt en het verspreiden ervan onnodig leed kan veroorzaken. Op dit moment is er geen sprake van een zwangerschap. Maar Amy Rose onthult dat ze en Saul in de toekomst graag kinderen willen. Hoewel de geruchtenmolen op volle toeren draait, blijven Amy Rose en Saul gefocust op hun relatie en toekomstplannen. Ze koesteren de liefde die ze hebben gevonden en hopen op een dag hun gezin te kunnen uitbreiden.